Welkom bij deel 5 alweer. Ik hoop dat de popcorns allemaal gelukt is. En we gaan deel 5 beginnen met kleurnummer 213. Dat mintgroen. Ik tenminste. En we gaan aanhechten na een popcorn. Hier. In de eerste vaste. Het is hier. Hier heb je het reliefstokje en daarvoor zie je 3 vaste. 1, 2 en 3. En in die eerste hier gaan we aanhechten. Maar de losse ketting, die haken we niet mee. Die laten we achter het werk hangen. Zo. Hecht aan zoals jij het wil. Nu gaan we 3 vaste haken. Dus 1 los om je draad omhoog te brengen. En in de steek waar je aangehecht hebt, je eerste vaste. De volgende vaste nummer 2. Vaste nummer 3. En niet die losse ketting meehaken. Die moet je niet meehaken. Dan doe je 1 losse en je slaat het reliefstokje over. En je haakt nog een keer 3 vaste. En daarvoor moet je die popcorn waarschijnlijk iets opzij duwen. Dus reliefstokje overslaan en weer 3 vaste. Dit is 1. 2. En hier zit nummer 3. Kom je bij het groepje popcorns en in die losse ruimte tussen de popcorns in, daar haak je 2 vaste. 1. En nog 1. 2. Nou, en dat is de herhaling. Je kijkt weer naar het reliefstokje en dan daarvoor zitten 3 vaste. 1, 2 en 3. En in die eerste, daar begin je met de eerste van 3 vaste. Even de popcorn opzij duwen. De losse ketting niet meehaken en dan 3 vaste. Dus het is even een gefrummel. 1, maar het kan wel. 2, 3, dan een losse. Je slaat het reliefstokje over en je haakt weer 3 vaste. Duw die losse ketting opzij. 1, 2, 3. En dan in de popcorn, of tussen de popcorns in die losse opening, 2 vaste. 1 en nog 1. 2. Nou, zo ga je helemaal rond. En ik heb niet opgeschreven hoeveel vaste je dan hebt, maar hoeveel. Dus helemaal rond, doen zoals ik het doe. En dan heb je ronde 56, de eerste van deel 5, heb je gedaan. Oké, ik heb mijn ronde gesloten met een halve vaste in die allereerste vaste die ik gemaakt heb. Laat je mijn pen liggen. En ik heb mijn draadje afgeknipt. Ik haal hem nog 1 keer door. En dan is de ronde klaar. Gaan we verder met de volgende ronde. En dat doen we met kleurnummer 2. Nou, en als Tommy het dan goed vindt, gaan we beginnen met ronde 57. Je hecht aan in de vaste na de losse die boven dat reliefstokje zit. Dus hier heb je een losse boven het reliefstokje en dan in de volgende vaste, daar hecht je aan. Zo, en daar maak je 1 vaste. Dus ik doe dan een losse om de draad omhoog te brengen en in die steek waar ik aangehecht heb, 1 vaste. Met steekmarkeerder. Dan sla je de volgende 2 vaste over. 1 en 2. En dan kom je bij de eerste vaste die tussen de popcorn zit. Daar doe je 3 stokjes in. Dus de eerste vaste die tussen de popcorns in zit.
3 stokjes. Oh, Tommy is zo leuk, hè? 1. Hij is een beetje aan het puberen. 2. 3. En nu zit hij dus met mijn draadje te spelen, terwijl hij op mijn patroonsaantekeningen zit. Dat is niet zo handig. Dan doe je 1 losse. En in de volgende vaste doe je weer 3 stokjes. Dan sla je 2 vasten over en in de vaste voor de losse, hier heb je die losse, hè? Nou, in die vaste ervoor, daar doe je 1 vaste. En dan een voorlangs relief stokje om dat stokje hier, om die andere voorlangs relief. Dus eronder doorsteken. En dat is de herhaling eigenlijk. Je gaat naar de eerstvolgende vaste. Dat is de eerste van dat groepje van 3. Daar maak je een vaste. Dan sla je 2 vasten over, 1 en 2. En kom je bij die eerste vaste die in dat openingetje tussen die 2 popcorns in zit. Daar haak je 3 stokjes. Twee, 3, dan een losse en in de volgende vaste 3 stokjes. Dus die 2 keer 3 stokjes zitten precies in die 2 vaste tussen de popcorns in. Twee vaste overslaan en dan in die laatste van dat groepje van 3 voor de losse, daar maak je 1 vaste. En het reliefstokje, daar maak je een reliefstokje omheen. Nou, en dit doe je dan helemaal rond en dat is dan ronde nummer 57. En ik heb erbij geschreven dat je dit dus 60 keer doet. Je krijgt 60 keer van die waaiertjes tussen de popcorns in. Oké, ik heb ronde 57 afgesloten na het laatste reliefstokje. En toen heb ik in de vaste met de steekmarkeerder weer een halve vaste gedaan. Draadje afgeknipt, nog 1 keer doorgehaald en een beetje aangetrokken. Dan gaan we ronde 58 doen. En dat doen we met kleur nummer 2, 3, 6. Dat is eigenlijk een beetje de hoofdkleur, hè? En dan gaan we haken in die losse bogen die nu achter je werk zitten. Daar gaan we in haken. En we gaan in die waaiers die je net gehaakt hebt, gaan we haken. Nou, ik hecht aan in zo'n losse boog. En ik doe dat met 2 lossen en die staan voor het eerste stokje. Dit is 1 en 2. De steekmarkeerder er weer in. En nu in die losse boog haak ik 3 stokjes erbij. Twee en 3. En dan heb je in totaal dus eigenlijk 4 stokjes. Die begin lossen en 3 stokjes erbij. Dan gaan we nu achterlangs vasten maken om dat waaiertje. Je slaat het eerste stokje over en het laatste stokje. En om de middelste 4 haak je een achterlangs vaste.
Dus je steekt van achter langs het tweede stokje in. Je gaat weer terug naar achteren. Je haalt je lus op en je maakt een vaste. En achterlangs relief vaste. En dat doe je ook bij het volgende stokje. Dat is dan achterlangs vaste nummer 2. Het volgende stokje. Achterlangs vaste nummer 3. En dan de volgende is nummer 4. En het laatste stokje van dat waaiertje slaan we steeds over. Nou, en dat is de herhaling deze ronde. Om die losse boog hier achterin, daar haak je 4 stokjes. 1. 2. 3. En 4. En dan ga je weer naar het waaiertje. Eerste stokje van het waaiertje sla je over. Je gaat naar de tweede. Een achterlangs vaste. Relief moet er dan ook nog ergens tussen staan. Maar hou het maar op een achterlangs vaste. Dit is 2. De volgende is 3. En je ziet die losse opening, die negeer je helemaal. Hè? Daar doe je helemaal niks mee. En 4. Nou, en zo ga je rond. Volgende boog weer 4 stokjes. Hier op het waaiertje weer 4 van die achterlangs vaste. En als je dan helemaal rond bent, heb je 60 keer 4 stokjes gedaan. En 60 keer zo'n achterlangs vaste. Je eindigt in de losse, waar de steekmarkeer erin zit. En je hecht, je knipt je draad niet af. Want ronde 59 gaan we met dezelfde draad doen. Dus dit helemaal rond, zie ik je aan het eind weer. Nou, ronde 59. Ik had mijn ronde gesloten met een halve vaste in die steek waar de steekmarkeerder zat. En deze ronde gaan we stokjes haken. 500 in totaal. Je begint met 2 lossen en die staat dan voor het eerste stokje. Zo. Dan in die tweede losse zet ik mijn steekmarkeerder. En dan kan ik daar zo meteen mijn ronde weer sluiten. En nu in totaal haak ik 23 stokjes achter elkaar. En dit is de eerste. En dan. Nou, gaat niet zo lekker. Kom, overnieuw. Het is nog vroeg in de ochtend nu. Zo, dan is dit nummer 2. Goedemorgen. Hey. Nummer 3. Nou, zo haak je er 23. Ik hoef geen 23 stokjes voor te doen, hè? Gewoon iedere steek. Dus ieder stokje van de vorige ronde, daar haak je in. En iedere achterlangs vaste van de vorige ronde, daar haak je in. Deze, dat randje even een beetje naar voren duwen. Dan kun je makkelijk bij het stokje of bij de vaste. Nou, zo haak je 23. En dan kom ik even bij je terug. Nou, allemaal stokjes achter elkaar. Nou, volgens mij heb ik er 23, maar voor de zekerheid tel ik even na. 1, dat zijn die 2 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nou, en in de volgende steek doe je er 2. Dat is dan steek nummer 24 en steek nummer 25. Zo, dus je haakt groepjes van 25 steken eigenlijk. 23 achter elkaar en dan 2 in 1 steek. En als je dit rondom herhaalt, kom je op 500 stokjes in totaal. Zie ik je daar weer terug aan het begin. Ook ronde 60 haken we met dezelfde kleur verder.
En we gaan weer stokjes haken, maar dit keer geen meerdering. Maar we gaan losse haken. Het begint weer met 2 lossen. Die tellen als eerste stokje. Steekmarkeer er in de tweede. Ik blijf dat makkelijk vinden. En dan in totaal haak je weer 23 stokjes. Dus elke steek een stokje, totdat je bij die 2 stokjes in 1 steek komt. Bij die meerdering. Dit is 2. En 3. Nou ja, iedere steek een stokje. Tot je hier bij die meerdering bent. De steek ervoor krijgt nog een stokje. Dan kom je op 23 uit. En dan zie ik je daar terug. Ben er bijna. Deze nog 1 stokje. En deze. Dit is stokje nummer 23. Eerste tel ik gewoon mee, hè, die lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. En dan ben je precies bij die 2 stokjes in 1 steek. Daar gaan we niet in haken. We haken in plaats daarvan 3 lossen. 1, 2 en 3. Omslaan om stokje te maken. Die 2, die sla je over en je gaat naar de volgende. En daar begin je weer met 23 stokjes. En dan kom je weer uit bij die meerdering. Die meerdering sla je over. 2 steken in 1 steek is een meerdering. Die sla je over, stokje 24 en 25. En in plaats daarvan haak je 3 lossen. En dan krijg je 20 van dit soort gaatjes. Want je eindigt hier ook weer met 3 lossen en een halve vaste in je steek met de steekmarkeerder. Nou, doe dat rondom. Dan krijg je dus 20 van die gaatjes. Ronde 61. Ik heb de vorige ronde afgesloten na 3 lossen. En die 2 stokjes van die 2 in 1 steek overslaan. Gesloten in de steek met de steekmarkeerder. En ronde 61 gaan we beginnen in de volgende steek. Dus je maakt 1 halve vaste naar de volgende steek. En daar kunnen we beginnen. En dat doen we met een vaste. Dus 1 los om de draad omhoog te brengen. En in die steek een vaste. Dan pak ik even mijn steekmarkeerder er weer bij. Zo, die zet ik in die eerste. En we gaan boogjes haken. We gaan eerst 3 boogjes van 3 lossen haken. Vaste hebben we gedaan. Nu 3 lossen. 1. 2, 3. 2 steken overslaan en in de derde maak je weer een vaste. Dan heb je 1 zo'n boogje gemaakt. En we doen er 3. Dus 1, 2, 3. 2 steken overslaan. 1 en 2. En in de derde maak je weer een vaste. Dan heb je 2 boogjes. En dat doe je nog een keer. 3 lossen. 1, 2, 3. 2 stokjes overslaan. 1 en 2. En in die derde, daar maak je weer een vaste. Dan heb je 3 boogjes van 3 lossen. Doen we nu 1 boogje van 2 lossen. Dus 2 lossen. 1 en 2. Je slaat nu 1 steek over en in de tweede maak je een vaste. En dan gaan we weer 3 boogjes van 3 losse haken. 1, 2, 3.
twee steken overslaan en in de derde een vaste. Dat is één boogje. Drie losse. Twee steken overslaan en in de derde je vaste. Dan heb je weer twee boogjes. Eén, twee, drie losse. Twee steken overslaan en een vaste in de volgende. En als je dan naar je vorige toer kijkt, dan heb je nog één stokje over voor je bij je gaatje bent. Dus 1, 2, 3 boogjes van 3 lossen, 1 boogje van 2 lossen en weer 3 boogjes van 3 lossen. Nu ga je naar je gaatje, je opening, en daar haak je 5 stokjes in. Dus dat stokje, die laatste voor het gaatje, die sla je over. En je haakt 5 stokjes. 1. 2. 3. 4. En 5. En dat is de herhaling eigenlijk voor deze ronde. Dit stukje. Je slaat het eerste stokje na je gaatje, sla je over. Je gaat naar de tweede. Daar maak je een vaste. En dan haak je weer 3 boogjes van 3 lossen. 1, 2, 3 lossen. 2 steken overslaan en in de derde een vaste. Dan weer 3 lossen. 2 steken overslaan en in de derde, dus 1, 2 overslaan en in de derde een vaste. Dan heb je 2 boogjes en dat doen we nog een keer. 1, 2, 3, 2 overslaan en in de derde een vaste. Dan heb je 3 boogjes van 3 lossen. Nu 1 boogje van 2 lossen, 1, 2 en dan sla je maar 1 steek over en in de tweede maak je dan een vaste. Dan heb je zo'n klein boogje, 1 steek overgeslagen. En dan weer 3 boogjes van 3 lossen. 1, 2, 3. 2 steken overslaan en in de derde een vaste. Dat is 1 boogje. 1, 2, 3. 2 steken overslaan, in de derde je vaste. Dan heb je 2 boogjes van 3 lossen. En nog 1 keer. 1, 2, 3 lossen. 2 steken overslaan. En in de derde een vaste. En dan hou je 1 steek over voordat je bij je gaatje bent. En daar haak je 5 stokjes in. 1, 2, 3, 4, 5. Het eerste stokje overslaan, in de tweede een vaste. En dan ga je die boogjesrij weer maken. 3 van 3 lossen, 1 van 2 lossen en dan weer 3 van 3 lossen. En zo ga je helemaal rond en dan heb je straks 20 keer gedaan, als het goed is. En je eindigt hier met 5 stokjes en een halve vaste in de steek met de steekmarkeerder. En dan zie ik je daar terug. Ja, Chrissy. Hé, ik wou graag haken. Vind je dat goed? Nee. Joh, klein stukje nog. Ja. Het is ook zo'n lieve vent, hè. Ik ga hem even knuffelen. Nou, hij zit te kijken van... liever niet. Dekentje is zo lekker zacht en warm. Maar we gaan het wel doen. Ronde 59 gaan we doen.
Je begint met één lossen, dacht ik. Ja, één lossen. En dan ga je naar je eerste boogje. Oh, en nou zie je het niet natuurlijk, want je zit naar Chrissy te kijken. Zo, even inzoomen. Doe ik hem weer opnieuw. Zo. Ronde gesloten in die vaste en dan doe je één losse. En in je losse boogje maak je een vaste. En daar zet ik mijn steekmarkeer erin. Ja. En nu ga ik boogjes haken van drie lossen tot ik bij het laatste boogje ben. Dus drie lossen. 1, 2, 3 en een vaste in het volgende boogje. 1, 2, 3. Vaste in het volgende boogje. 1, 2, 3. Vaste in het volgende boogje. En dat is dat kleine boogje, maar we doen gewoon een vaste erin. 3 lossen. Weer een vaste in het volgende boogje. 1, 2, 3 lossen. Een vaste. En als het goed is, heb ik nu nog 1 boogje. En het klopt. 1, 2, 3 lossen. En een vaste in dat laatste boogje. En dan heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6 boogjes gehaakt. Dan kom je bij die stokjes en ieder stokje krijgt 2 stokjes. Niet de vaste die je tegenkomt, maar echt het stokje erna. Daar doe je 2 stokjes in ieder stokje en dan kom je uit op 10 stokjes. Dus 1 en 2. De volgende. 3. En 4. De volgende. 5. En 6. En dan 7. En 8. En in het laatste stokje 9 en 10. Die vaste, daarna die sla je weer over en je gaat naar je allereerste boogje. En dan maak je weer een vaste en dan heb je de herhaling voor deze ronde. 6 boogjes van 3 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. 6. En dan die vaste hier. Die vaste, die sla je over. Je gaat gelijk naar je eerste stokje. En in ieder stokje 2 stokjes. Dus dan kom je uit op 10. En in het volgende boogje doe je weer een vaste. Nou, zo ga je helemaal rond. Oké. Als je dan je laatste 2 stokjes hebt gedaan, hier, dan hecht je af met een halve vaste in die vaste met de steekmarkeerder. Samen met Doris. Draadje afknippen. Nog 1 keer doorhalen. En dan is deze ronde klaar. En dan gaan we nog 1 ronde doen. Dit deel. En dat is weer een heel bewerkelijke ronde. Daarom nog maar eentje. En die doen we met kleurnummer. Hier is hij. 2, 2, 3. Zo. Je gaat naar een waaier. Hier. En even goed kijken hoe je aan moet hechten. In het boogje. Ik zet even de camera wat lager. Dan zeggen we dag tegen Doris. Zo. Je gaat naar een waaier. En dan in het boogje voor de waaier, daar hecht je aan. Even, je laat een staartje om hem netjes weg te kunnen naaien. Zo.
En bij het aanhechten doe je 1 losse. En ik leg dan mijn staartje over mijn haaknaald en ik haal de werkdraad. Die haal ik door de lus. Zo, en dan kan dat staartje blijven hangen. Dan ga je naar de volgende 2 stokjes. Die eerste 2 van de waaier. En daartussenin gaan we een puffsteek maken. Je slaat om. Je gaat tussen die 2 stokjes in. En je haalt voor de eerste keer een lus op. Je slaat om. En je haalt voor de tweede keer een lus op. Je slaat om. En je haalt voor, dan staat hij weer iets te laag, maar ik doe het nog wel een keer voor hoor. En je haalt voor de derde keer een lus op. Omslaan en door alle lussen op je haaknaald. En dan doe je een losse om ze vast te zetten. Dan doe je 1 losse. En in diezelfde ruimte tussen die eerste 2 stokjes in, maak je weer zo'n puffsteek. Omslaan, insteken, lus ophalen voor de eerste keer. Omslaan, insteken, lus ophalen voor de tweede keer. Omslaan, insteken, lus ophalen voor de derde keer. Dan sla je om en je gaat door. Alle lussen op je haaknaald en een losse om hem vast te zetten. En dan heb je een soort V-steek gemaakt. Gaan we weer doen. Omslaan. We gaan naar de volgende 2 stokjes. En daar tussenin gaan we weer zo'n puff V-steek maken. Dus tussen de volgende 2 stokjes. Deze eerste 2 heb je gehad. Dan ga je naar stokje 3 en stokje nummer 4. Daar tussenin insteken, lus ophalen voor de eerste keer. Weer omslaan, lus ophalen voor de tweede keer. Omslaan, lus ophalen voor de derde keer. Omslaan en door alle lussen op je haaknaald. En een losse om het vast te zetten. Excuses voor het vliegtuig. Dan doe je weer een losse. En je maakt nog een keer zo'n puffsteek. Omslaan. In die ruimte insteken. Het is nu een ruimte geworden, hè? 1 keer een lus ophalen. Omslaan. 2e keer een lus ophalen. Omslaan. En de 3e keer een lus ophalen. Omslaan. En door alle lussen op je haaknaald. En een losse om hem vast te zetten. En die losse, die mag je een beetje aantrekken. Ga je naar de volgende 2 stokjes. Stokje nummer 5 en stokje nummer 6. Dit is, hier heb je 1, 2, 3, 4. En dan heb je hier 5 en 6. Omslaan. Tussen die 2 stokjes in gaan we weer zo'n puffsteek maken. Dus lus ophalen voor de eerste keer. Omslaan. Lus ophalen voor de tweede keer. Omslaan. Lus ophalen voor de derde keer. Omslaan. Door alle lussen op je haaknaald. En een losse om hem vast te zetten. Dan doe je 1 losse. En in diezelfde ruimte, diezelfde opening daar, doe je nog een keer zo'n puffsteek. Dus omslaan. Eerste keer een lus ophalen. Omslaan. Tweede keer een lus ophalen. Omslaan. En voor de derde keer een lus ophalen. Omslaan. En door alle lussen op je haaknaald en een losse om hem vast te zetten. Ga je naar de volgende 2. Stokje nummer 7 en nummer 8. De tussenin insteken. Ik heb een omslag gemaakt, hè? Lus ophalen. 1 keer. Omslaan.
lus ophalen, 2 keer. Omslaan, lus ophalen, 3 keer. Omslaan door alle lussen op je haaknaald en een losse om hem vast te zetten. Dan haak je 1 losse. In diezelfde opening nog een keer een puffsteek. 1, 2, 3 keer een lus opgehaald. Omslaan door alle lussen en een losse om hem vast te zetten. En dat doen we dan nog 1 keer. We hebben nog 2 stokjes over. En daartussenin maken we weer zo'n puff. 1, 2, 3. Een losse om hem vast te zetten. 1 losse en nog een keer een puff. 1, 2 en 3. Een losse om hem vast te zetten. En dan ga je naar het volgende boogje. De eerste die je tegenkomt. Hier, boogje van 3 lossen. En daar maak je een halve vaste. Je knipt je draad af. Met een staartje om hem straks weg te naaien. Nog 1 keer doorhalen. En dan heb je dit. 1, 2, 3, 4, 5 van die V-steken. Die je dan maakt met die puffs. Dat heb je 5 keer gedaan. Nou, dit doe je bij iedere waaier. Je hebt er 20, dus je moet er nog 19. Ik zie je straks terug als ze allemaal gedaan zijn. Nou, als je dan je draadjes allemaal hebt weggenaaid, dat is altijd verstandig om te doen aan het eind van een deel, heb je dus 20 van dit soort rondjes zo. Als ik kan uitzoomen. Zo. Ik heb ze nog niet allemaal weggenaaid, nog een paar. Maar ik denk, ik ga het vast laten zien. En dan ga ik zo meteen verder met deel 6. Hij is bij mij, als ik dwars overmeet zo, van het eind van bloemetje tot het andere eind van bloemetje, dan is hij bij mij ongeveer 98 centimeter nu. Dus het begint al wat te worden. Nou, ik hoop dat je ook weer aan dit deel heel veel plezier hebt gehad en dat het allemaal is gelukt. En dan zie ik je graag terug bij het volgende deel. Deel 6 is dat dan alweer, hè? Even kijken. Ja, deel 6 gaan we doen. Wow!